Carnavalsgroep De Niksnutjes uit Wehl is met man en macht bezig om op tijd klaar te zijn voor de carnavalsoptocht van Braamt op 9 februari. Mede omdat de bouwlocatie wordt gedeeld met 4 andere groepen, staat hun praalwagen met het thema hulpbewoners 2,5 week voor aanvang nog in de steigers. Ja, we hebben een ontwerp dat voorop komt de kop te staan. In het midden komt een hulpbewonershut waar wij dan even met z'n allen in komen te staan. En achterop komt een grote bewegende kop die alle kanten op gaat met een bewegende arm. En wat is er eigenlijk allemaal al gedaan aan de carnavalswagen? Nou, Melvin heeft het lastwerk heel goed gedaan. We hebben al het lastwerk gedaan. We hebben het nou geplakt en we hebben het pied-à-terre al gedaan. Er zijn nog andere 2 koppen die moeten worden gemaakt. Dus. En we hebben al het hout al gedaan, het hutje en alles. Hoe is het om een locatie te delen met meerdere groepen? Soms is het wel fijn, dan kun je van elkaar dingen leren en spullen gebruiken. Maar het is ook heel vaak dat het een beetje boerig muziek door elkaar heen. En soms, als je bijvoorbeeld aan het lassen bent. En zich meerdere groepen aan lassen. Ik heb je eigen stroom om te kunnen lassen. Dus als je een beetje naar elkaar te schilderen van dan moet je even stoppen, dan kan ik verder. Maar over het algemeen is het wel gezellig. Hoe is de sfeer binnen de groep? Ja, de sfeer is heel goed. Van de basis zijn we al bij elkaar als het ware. En zijn steeds meer mensen bijgekomen. Aanhangers erbij gekomen en andere mensen, vriendinnen van andere mensen. De meeste, de kern van de groep, die zitten vanaf de basisschool bij elkaar. Dus ze kennen elkaar allemaal door en door. En dat is wel gezellig. Ga je het nog halen voor de deadline? Ja, dat is toch wel een dingetje, maar we gaan altijd ons best doen. En de kijkdag wordt waarschijnlijk iets later, maar we komen er echt wel.